Goedemorgen mannen, we staan lekker op het strand en vandaag gaan we en op de flyfish en op de slider. Dat is even een stapje hoger dan die bananenboot. En jullie kunnen lekker verstrijden tegen elkaar. De verliezers, die gaan deze dag de villa schoonmaken, want het is namelijk de laatste dag dat we in de villa zijn. En de winnaars, die mogen lekker gaan chillen en worden lekker verwend door de verliezers. Hey, ben je wijst nu al naar hun als winnaar. Ja! Dat moeten we nog maar zien. Ik zou zeggen, doe je vestie aan en ga lekker beginnen. Ik ben zo stuk dat ik gewoon niet. Ik vlieg er af voordat ze het water in zijn. Ik denk het ook. Dat denk ik. Ik ben echt kapot. Ik kan echt niet meer. Kotsmisselijk. Je hebt een vest aan, maar dit is niet beschermd en ik knalde knijthard. Ik weet niet hoe. Ik ben net echt zo knijthard van die boot opgevallen en ik dacht eerst, oh, het valt wel mee. Toen kwam het water uit. Ik weet niet wat voor organen hier zitten, maar het voelt allemaal zo beurs. En toen dacht ik, ik probeer het nog wel. En toen zei die man, nee, ik heb je zien vallen, je gaat niet meer het water in. Nou ja, haastelerij. Oh, dan is weer zielig hoor, dan is Ik dacht nog, ik probeer het, maar die man zegt tegen mij, nee, je gaat zitten, je gaat het naneten en je gaat niet meer op de slider. Ja, dat snap ik wel. Dat was echt heftig. Ja, maar hier zie je ook wel allemaal adertjes lopen, man. Ja, dat was al zo. Dat was gewoon al zo. Nah.
Ergin en Anne weer verloren. Dus jullie mogen lekker die villa opruimen. Aan de kant, cameraman! Wat een kut leven, man. Ik heb 1 niet goed geslapen, 1 niks gegeten en 2 ik moet hier die fucking zooi opruimen. Hij heeft een glimlach gehad. Niks te glimlachen, man. Ik heb hier genoeg van. Allemaal water hier. Ja, ik doe dit ook nooit, geen idee. Moet schoon, zeggen ze. Ja, doe het lekker zelf, hè. Kom op, jongens. Wat schiet de... Ja. Je hebt ook gewoon je slaapspullen erin laten liggen. Ja, nou, echt wel blij, Martien. Thomas. Prima leven, dit, hoor. Mag wel vaker dit. Volgende week fantastisch, maar we hebben echt knijthard gefaald. Hoe vaak wij wel niet uiteindelijk de arme kant waren die gewoon... Nou, weet je, zo arm hadden we het niet. Hè? We hadden nog een tent om in te slapen. Er zijn mensen die het erger hebben, hoor. Maar dan nog, het voelde echt wel slecht. Ik heb in 1 week heb ik misschien 4 uur geslapen. Weet je bij het WNF of zo? Jeetje man, goede doelen van lul. Super tof dat je weer hebt gekeken naar een aflevering van Ponkers en Joret. In de volgende aflevering staat er een hele spannende challenge klaar voor de Ponkers. Heb je nou de vorige aflevering gemist? Klik dan hier links. En ben jij benieuwd naar de volgende video? Klik dan even rechts. En vergeet niet te abonneren en geef deze video even een dikke duim omhoog.